Goedendag, mijn naam is Pim van Engelenburg. Ik ben demonstratiechef van het Nederlands Mosselbureau. En vandaag maken we echt een heel mooi gerecht met echte oer-Hollandse Zeeuwse mosselen. We gaan de Thaise mosselpan maken. Dus we maken vandaag een mosselgerecht in de wok. Het mosselpannetje, dat kennen heel veel mensen natuurlijk wel. Maar vandaag gaan we het een beetje wat moderner doen. We gaan de mosselen in de wok bereiden. En daar hebben we voor nodig natuurlijk echte mooie Zeeuwse mosselen. U kent die mosselen wel van dit soort verpakkingen. Wat rode currypasta. Een blikje met kokosmelk. Een klein beetje wokolie. En als groente gebruiken we natuurlijk mooie uien. Paksoi, een hele mooie Aziatische struikgroente, heel erg belangrijk. En daarnaast eventueel om het gerecht af te maken wat mooie koriander. Als we zo'n verpakking opensnijden, dan moeten we altijd even goed opletten dat die mosselen nog echt levend zijn. Soms hebben ze dus wel eens de eigenschap dat als ze uit de verpakking komen, dat ze nog een klein beetje openstaan. Knijp eens eventjes gewoon in die mossel en dan zal je merken dat die gewoon weer terug dicht gaat. Dat is voor jullie dan een teken dat die echt mooi levend is en dat je zo'n mossel nog goed kunt gebruiken. Echt super dagverse mosselen. Mosselen die in dit soort verpakking zitten zijn eigenlijk pan klaar. Dus hoef je niet zo heel veel meer aan te doen. We gaan even controleren of dat alle mosselen dus goed dicht zijn. Maar daarna kan die gewoon in de vergiet even kort afspoelen en daarna zijn ze gereed voor gebruik. We hebben ui en paksoi. Paksoi is een hele mooie Aziatische struikgroente en die blijft ook lekker knapperig als je die kort even roerbakt. Ik heb hem net eventjes in zijn geheel gewassen en we kunnen het groen, zowel het groen als het wit gewoon van de paksoi kunnen gebruiken. Je mag dat gewoon lekker grof snijden. Het is niet nodig om dat super fijn te snijden. Voor dit recept op 2 kilo hebben we ongeveer een halve paksoi nodig. En daarnaast natuurlijk even een uitje. We hebben ongeveer op 2 kilo hebben we een hele ui nodig. En ook deze mogen we even halveren en even in grote ringen snijden. Mosselbereiding mag eigenlijk nooit langer dan 5 minuutjes duren en het liefste nog binnen die tijd. Waarom? Mosselen, daar zitten heel veel eiwitten in. En eiwitten hebben de eigenschap, als ze te lang op het vuur staan, dan krimpen ze heel erg. Dus je houdt in feite steeds minder vlees in de schelp hou je over. En het product wordt ook een beetje droger en taaier en dat is eigenlijk niet lekker. Mosselen die lekker mals zijn, dat zijn de allerbeste mosselen. Die wil je graag eten. Voor de Thaise mosselbereiding beginnen we dus eventjes met de wok goed heet te laten worden. En we gaan een goede scheut met wokolie in de wok doen. Hoef je niet karig mee te zijn. We hebben net onze groentes gesneden en die gaan we nu in de wok doen. Goed omzetten. We hoeven de groenten niet helemaal gaar te maken. Het moet eventjes een beetje beetgaar zijn. Altijd op hoog vuur zoals gezegd. En vanuit daar gaan we dan een eetlepeltje met rode currypasta gaan we toevoegen. Rode currypasta kan natuurlijk heel pittig zijn, hè? Dus we gaan daar niet altijd veel bij doen. Op 2 kilo mosselen zou een eetlepeltje voldoende zijn. En die gaan we nu even goed meewokken. En dan een glas met kokosmelk, ongeveer een 250 milliliter, gaat daarbij. En nu maken we onder in de wok een mooie egaal oranje saus. Goed zorgen dat alle klontjes met rode currypasta opgelost zijn. En als die saus dan goed heet is, dan pakken we onze mosselen die we net gewassen hebben. En die kunnen daar dan zo bij. Dus je voegt in feite gewoon de rauwe mosselen aan de saus toe. En je spatelt deze dan goed door de saus heen. Op deze manier. En dan het allerbelangrijkste. We willen graag dat die warmte, dat die hitte in de wok blijft. Dus we gaan nu eventjes het deksel op de wok doen. Na ongeveer een minuutje halen we het deksel er even af. En dan zie je eigenlijk al dat heel veel van die schelpjes al open beginnen te staan. Want als je mosselen dus kort afkookt, dan zie je dat er nog een hele mooie, verse, volle mossel in die schelp zit. En ga je die nu helemaal veel te lang koken, doodkoken zoals we dat dan zeggen, dan zie je dat je in feite de helft er nog maar van open houdt. Nou, na ongeveer een minuutje spatel ik even de mosselen goed door elkaar heen. Zodat we toch een mooie gelijkmatige garing krijgen. Want we willen natuurlijk dat al die mosselen hetzelfde gekookt zijn straks. We gaan dan nu nog eventjes het deksel er terug bovenop doen. En dan zal je zien dat nu over een minuutje of twee alle mosselen klaar zijn. Nou, en dan zijn we dus drie, vier minuutjes verder. En dan zal je zien dat je dus echt een fantastisch mooie mosselmaaltijd bereid hebt. Op een oriëntaalse manier, maar binnen een hele korte tijd. O zo gezellig, o zo lekker. En dan zie je, dit zijn mosselen die je dus wil blijven zien. Zo'n oriëntaals recept, en vooral zo'n Thaise recept, dat kun je natuurlijk afmaken met een klein beetje koriander. Nu is koriander niet echt een allemansvriend, dus als je het gebruikt, gebruik er nooit al te veel van. Maar het hoort er wel een beetje bij, hè. Zoals gezegd, dit is een Thaise recept. Dus we gaan er een klein beetje bij doen. En dan zijn mosselen klaar om gegeten te worden. Van zo, uit de pan.
in je mond. Heerlijk.